De eerste competitiewedstrijd na de winterstop levert in Noorden direct een mooie kraker op. Thuisclub NSV 46 ontvangt buur SV Zevenhoven. Hier passeert de pupil van de week Joey Verkleij, goalie Jordi Aardman van Zevenhoven. Benieuwd of de grote mannen dat ook voor elkaar krijgen. Aftrap Zevenhoven. De ploeg in het zwart. Aan de linkerkant. Dreigend. De voorzet, Raymond Wens. Ja, die valt er zomaar voor zijn voeten. Daar had hij misschien iets meer mee kunnen doen. Was niet echt makkelijk. Ruben Plezier. In het duel met Nick van Diepen. Nog een duel. En is dat er eentje te veel? Dat was Daan Koot de winnaar en nu Robin Verhaar. Robin van Koert, Dylan Rietveld. Prima combinatie, Robin van Koert. Dat is een moeilijke hoek, Robin van Koert. En er is de openingsgoal. En dat al binnen 5 minuten. Prima aanval van NSV. Van Koert hier aan de zijkant. Ja, dan maakt hij toch schitterend af. Moeizaam verdedigd. Was Kalshoven ook maar net aan. Wat gerommel achterin bij NSV. Ingespeeld. Dat lijkt me te hard. En dat is te hard. Niet te belopen. Komt duel. Gewonnen NSV. Balverlies. Wie houdt het overzicht? Geen buitenspel. Dylan Rietveld. Robin Verkoet. En dan is het Jordi Aardman die redt. En de bal ook nog eens van de goallijn. Van de doellijn afgehaald. Ja, ja, daar zat meer in. Dat weet hij zelf natuurlijk ook. Michael van Koert. Oh, wat slordig. De kans voor Zevenhoven. Wat moeizaam uitgespeeld. Er komt daar de goal. Nee, die wordt overgeschoten. Oei, oei, oei. Ruben Plezier. Dat was een kans. Raymond Wens. Waarheen? Dan maar de korte 1-2. Krijgt hij die bal dan terug? Dat wel, dan is dat een goede opening. Weer Ruben Plezier. Prima schot, maar het gaat over. Aan de andere kant NSV. Daan Koot. Die verspeelt die bal. Dan kan Jordi Aardman zomaar oppakken. En dan is het rust. In de 4e minuut al de 1-0. En er is te werk aan de winkel voor Zevenhoven. Dylan Rietveld. Lange bal naar voren, dat is de kans. Ruimte. Van Koert, Robin van Koert, van Koert. Die schiet hem over. Die had zomaar de wedstrijd op slot kunnen gooien. Eigenlijk die 2-1 er als voor de rust. Maar ja, toen lag hij die bal keurig in het netje. Nu aan de andere kant, diepe bal. Twee verdedigers op één lijn. Ruben Plezier ertussen en dat is de goal. Een schitterende goal. En slordig verdedigd. Als je dan met z'n tweeën bent, zorg dan voor rugdekking. Dat was er niet. En Plezier maakt het schitterend af. Kijk, tussen twee mensen door. Wedstrijd helemaal open. NSV aan de andere kant, Robin van Koert. Een plaaggeest. Nu Roy Fransen. Van richting veranderd en daardoor mist hij de goal. Wat resteert is natuurlijk de cornerbal. Weggekopt. De rust. De bal opnieuw in de 16. Slordig verdedigd ineens. Zo! Dat was een poeier zeg. Aan de andere kant is Zevenhoven alweer weg. Vrije trap Zevenhoven. Wat kan de ploeg nog meer?
1 tegen 1. Ingestudeerd, maar dat levert niks op. Nog maar een paar keer studeren, denk ik. Cornerbal 7 over. Weggebokst. Niet helemaal lekker. Albert van Dien, nog een keer. Claimt daar een strafschop, maar dat lijkt me stug. Of dat had in ieder geval heel zwaar gestraft geweest. Van zo dichtbij, ja. Men blijft claimen voor die strafschop. Cornerbal dan. En dan, oeh, een eigen goal. Maar er is al gefloten. Nou, daar denk ik dat NSV goed wegkomt. Want zoveel gebeurt daar niet. Eigen goal van NSV. Maar goed, de referee staat er bovenop. En die heeft iets gezien wat ik niet gezien heb. Robin van Koert, hij weer in blessuretijd. Van Koert, krijgt die bal nog voor? Moeizaam. Kas van der Hoorn. Over heel veel schijven. Kas van der Hoorn haalt uit en treft Ko. Zo. In blessuretijd. Alsnog de beslissing. En dat is dan het geluk van een koploper. Afgekeurde goal een paar minuten geleden en dan nu in blessuretijd. De goal van Kas van der Hoorn. Bijna onmogelijk. Cross gespeeld. Ja, dan wordt het zicht belemmerd. Laatste spelde prikken. Weggetrapt. En dan blijft de koploper de koploper. Want wint het gelukkig met 2-1 tegen Zevenhoven.